Vandaag. Vandaag is de dag dat wij Comet gaan unlocken, of toch? Ik Comet gaan unlocken. Nee, jullie niet. Maar als je Comet hebt, laat het gewoon even weten in de comments. Dan weet ik dat jij een goede speler bent. Maar vandaag ga ik Comet unlocken op Brawl Stars. En gaan we nog vele andere doosjes zo openen. En hopen dat we nog iets krijgen. Nog iets anders. Een gadget, een star power, een knokker misschien. Laten we maar gewoon overgaan in de game. Oké, ik heb dus hier nog een challenge met Van Siege. Van Siege of de Legering, denk ik, in het Nederlands. En met Frank. En ik ben er laatst achter gekomen dat ik thuis de wifi nog een beetje beter is geworden, dat ik weer potjes kan spelen. Maar ik ga dat vandaag niet doen. Ik kan mijn lamp er ook wel een beetje meer omhoog zetten, zo dan schijnt aan mijn gezicht. We hebben hier nog altijd de 50 powerpoints staan van de vorige keer. En hier begint het hoor. Hier beginnen alle doosjes en Comet natuurlijk, of course. En hier zien hier ook nog megadozen, maar dat gaat zijn voor een andere video, als ik toch nog wat gespeeld heb. Ik ga beginnen met alle munten. En misschien ook beginnen met Comet en het pin ook. Oh, oké dan. Daarom moet ik dus wel die eerst connecten. Gaan we beginnen met... Met wat ga ik beginnen? Ik denk dat ik ga beginnen met Comet. Nee? Oh my god, we unlocked Comet. Is er geen geluidje bij? Oké, er is geen geluidje bij. Maar we hebben dus wel eindelijk Comet, jongens. Comet, en dan kunnen we deze pin dus ook weer unlocken. En dat wil dus ook zeggen... Dat wij deze kunnen gebruiken. Op, waar is ze? Hier is ze, Comet. We kunnen dus al één keer upgraden. Hier nog eens 100 punten. Baaf erop. Rank 1, gewoon nog nooit meer gespeeld. Misschien ga ik een potje spelen met Comet, ik weet het niet. En eens kijken, waar is ze? Hier zo. Bing. Heb ik nog powerpoints staan? Ik denk het niet, nee. Maar we hebben er hier wel nog staan. En hoeveel zijn er dat? Het zijn er 100. Oké. Hier. Oh, ik weet niet hoeveel hier. Master of... Ah, maar eerst van boven moeten kijken. Comet! Oké dan. Upgrade. We hebben er power 5 al. Oh my god. Nu maar hopen dat we nog wat powerpoints krijgen. Voor Comet, zoals niet nu. Ik ga mijn kans ook niet direct checken, want ik... Ja, ik weet het niet. Ah, wacht, dat waren 7 puntjes voor Comet. Jee. Oké, we gaan beginnen met de eerste paarse doos. 41. Ja. Oh my god, we hebben gewoon Spike unlocked. Oh my god. Oeh, dat is... Dat is de allereerste keer dat ik 3 legendaries op 1 account heb. Damn, boy. Damn. Oh, dat voelt goed. Nu gaan we hoogstwaarschijnlijk niks anders nog unlocken. Maar toch, joh, what the freak? What? Oh my god. Oh my god, welke legendaries hebben we nu? Power level, by rarity. Dus, oh, wacht, ik ga hier gaan kijken eigenlijk. Kijk, we hebben dus Sandy, Crow en Spike. Dus alleen, wacht, alleen Rien nog wel, hè? Ja, alleen Rien. Oh my god. Oh my god. Oeh, feels good. Oeh. Wat ga je zeggen? Hier, ook kunnen Spike al upgraden. Spike upgraden, hier. Bam. Ze moeten Spike ook eens een voice geven. Ja, dat moeten ze maar eens doen. Het zou wel leuk zijn, denk ik. Spike met een voice, dan krijg je allemaal weinig muntjes. Ik vind dat als ik niks moet krijgen, zoals hier bijvoorbeeld... Oh, damn! We hebben een gadget gekregen. Gadget van Dynamite. Satchel Charge. Oké, dus als hij iemand raakt, dan stunt hij die voor 1,5 seconden. Prima, fijn. We krijgen wel veel dingen, hoor. Ons geluk is nu al even omhoog aan het gaan. En 101, oh, is dat dan met wel dingen voor Comet. Kunnen we Comet weer upgraden? Och nee, dat staat niet. Hier het nieuwe Dynamite Gadget, prima. Waar is Comet? Comet, hier is hij. Comet, power 6 al ondertussen. En gewoon de megadoos erop van me. 5 items, dat had ik wel verwacht. Maar, maakt niet uit, misschien. We krijgen wel nog een puntje voor Ebit en misschien, ja oké, ik wou je zeggen misschien voor Comet, maar... Poco is dat ook heel nice. Oh damn. Gewoon even Spike unlocked, jongens. Gewoon even Spike unlocked. Nou, waar is Dynamite hier? Dynamite met zijn gadget. Nieuwe gadget, ik heb die selecteren. Oké, mensen, ik ga het hierbij afronden. Ik ga misschien nog ooit eens een video komen waar ik eens wat potjes probeer te spelen. Maar gewoon nu even liken en abonneren. En tot de volgende keer.